Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Maralisa en ik ga jullie vandaag meenemen in wat mijn kinderen een hele week hebben meegekregen naar school. Ze hebben een continu rooster, dus ik laat het fruitschap en het lunch zien. En wat ik niet iedere keer laat zien, maar wat ze wel altijd meekrijgen, is een bidon. Of tenminste zo'n waterfles en een pakje drinken pakken ze altijd. Dus ze pakken ook altijd een wiki pakje. Omdat ze een continu rooster hebben en ik toch wel wil dat ze een beetje gevarieerd blijven eten, heb ik gekozen voor de Bento Kids Boxjes of de Yum Boxjes of een variant daarvan. Ik zal degene die we hebben onderin linken. Dat triggert mij een beetje omdat je verschillende vakjes hebt om niet alleen brood en een appel of zo mee te geven, maar ook een beetje te kijken naar nootjes of naar andere kleine dingetjes die je er toe kan voegen. Waardoor ze wat meer gevarieerd eten en niet iedere dag het een beetje hetzelfde gaat zijn. Vooral mijn kinderen hebben heel erg de neiging om iedere dag een boterham met kaas en een boterham met chocopasta te eten in de ochtend. En een boterham met worst en een boterham met hagelslag in de middag. En zo houden we het een beetje gevarieerd doordat er meer vakjes zijn en zo. Dat werkt voor ons gezin heel erg goed. Deze week hebben ze ook één keer schoolreisjes, dus daar krijgen ze wat meer mee. Maar dat ga ik allemaal uitleggen. Want de schoolreis duurt gewoon de hele dag, dus dan hebben ze gewoon veel meer nodig. Vind je dit soort video's leuk en haal hier de inspiratie uit? Geef deze video dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de eerste dag dat ze naar school gingen. Het is vandaag maandag en voor de fruithap krijgen ze allebei een halve mini eierkoek met een beetje boter ertussen, een aantal witte druifjes en wat blauwe bessen. Voor de lunch krijgen ze allebei twee boterhammen met boterhamworst en aan de onderkant zit een boterham met pasta. Ze krijgen wat mandarijntjes, cherry tomaatjes en allebei een mini donut die nog over zijn van het weekend. Ik doe er ook altijd een keukenpapiertje bij, zodat ze eventueel hun kruimeltjes kunnen opruimen. Dinsdag hebben ze allebei mini koekjes mee, van die mini chocolate chip cookies en wat blauwe bessen en druiven. Voor tussenmiddag hebben ze allebei een hele appel mee, witte Oreo's en weer een boterham met boterhamworst. En daaronder zit een boterham met pindakaas. Dit is pindakaas van café met stukjes pinda's. Dat vinden ze lekker, dus dat krijgen ze dan. Brooke die vroeg was ze in plaats van een appel een banaan mocht, dus dat krijgt ze dan natuurlijk. En die heeft salami, want die vindt boterhamworst ook wat minder lekker. Vorkje erbij, zodat ze ook makkelijk haar banaantje kan oppikken. Voor de woensdag weer druiven, want ik had een heleboel druiven en het is het favoriet van mijn kind. En daar heb ik van die soort van familiesoepstengels met chocoladepasta bij. Ze hadden die van Nutella gezien, die kant en klaar. Maar die kost natuurlijk heel veel en je kan die losse stokjes ook gewoon zo kopen. Voor tussen de middag weer van die mini koekjes, wat cherry tomaatjes, een babybel, allebei een halve appel. En allebei twee boterhammetjes. Eentje met worst en eentje met salami. En dan daartussen een boterham met vlokken nog. Die babybelletjes, de ene keer zijn ze een hit en de andere keer niet. En de smoltjes net zo. De ene keer vinden ze die lekker en de andere keer niet. En toen was het een schoolreisje. En daar krijgen ze natuurlijk een heleboel mee. Ik had van die witte puntjes gemaakt. En ze kregen allebei 4 puntjes de man. 2 puntjes met knakworstjes en een beetje frietsaus. En 2 puntjes met chocopasta. Ze hebben allebei een koekje. Of eigenlijk 2 koekjes mee. En een bakje vol met druiven. Ze krijgen allebei een flesje water mee en ze krijgen allebei ook een pakje mee. Ze kunnen daar op het trein ook het water bij vullen. Maar ik denk dat ze het zo wel volhouden tot 5:30. En de laatste dag van de week weer druiven. En toen waren ze echt op. En er was sultana's om het fruithapje te doen. En dan voor 's middags hadden ze allebei cherry tomaatjes in verschillende kleurtjes. Wat nootjes, weer van die liga koekjes. Boterhammetjes met smeerkaas en een boterhammetje met boterhamworst. En natuurlijk weer een keukenrolletje om te zorgen dat ze alles weer netjes kunnen opruimen. Dat zijn alle trommeltjes die de kinderen deze week mee naar school hebben genomen. Ik heb niet zozeer laten zien wat ze mee terug hebben genomen, maar eigenlijk gaat bijna altijd alles op. Er blijft nog wel eens een paar druifjes liggen of een half koekje of zo. Maar 9 van de 10 keer zijn de trommeltjes helemaal leeg. Ze eten gelukkig op dit moment erg goed. Laat in de comments achter wat jij altijd meegeeft aan je kinderen en wat ik bijvoorbeeld niet heb laten zien. Dan kan ik daar ook weer inspiratie uit ophalen. Vond je deze video fijn? Geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!